Reserveer voor een hoge ruimte. Speel ze, ja zo ja. Zo. Hey. Ja, het is een heugelijk feit hier voor de ouderen. Het is voor de gezamenlijke ouderenbond eigenlijk. Dat hier een accommodatie is geopend hier op de Raadstraat nummer 20. Ja. Het is niet voor de gezamenlijke ouderenbonden, maar het is voor alle ouderen van Winterswijk. Ja. En er zijn de gezamenlijke ouderenbonden die het bestuur van de SSOW, de Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk, vormen. En die hebben zeg maar de verantwoordelijkheid en de organisatie. Ja. Maar het is voor alle ouderen van Winterswijk van 55 jaar in ouder. Ja, je zat hier als een andere locatie, hè? Aan de gasthuis, aan de Spekend eigenlijk, hè? Ja, gasthuis, Misterstraat. Ja. Misterstraat zaten wij in het gasthuis. Ja. Ja. Maar je was niet te gast in het gasthuis. Uiteindelijk bleek dat met de wisseling van de wacht van het gasthuis dat we niet meer zo welkom waren als in het begin. En de nieuwe ondernemers, zeg maar, de zorgondernemers, die hadden andere plannen met de ruimte. En, wij voelden ons te veel en zijn toen op aandringen van hun zeg maar, ook vertrokken. Ja, maar ik nam aan dat politiek gezien, hè, dat was dan een voorstel die beijverde voor een ontmoetingsplek eigenlijk in het centrum. Want dat er zoveel senioren zijn in het wijk, dat u daar ook een subsidiekoppeling in had in dat hele project. Wij hadden een subsidiekoppeling vanuit de gemeente Winterswijk van bijna 100.000 euro, een ton. En dat had te maken met de inrichting. Dus stoelen, tafels, vloerbedekking, alles wat te maken had met die inrichting. Daar heeft de gemeente Winterswijk destijds, zeg maar, in 2019, 2020, net aan het begin van de corona, zeg maar, een ton beschikbaar gesteld. De provincie 25.000. En we hadden ongeveer nog zo'n 60.000 euro opgehaald bij fondsen en goedwillende mensen die ons schenken. En een deel is uit de kast hier naartoe? Het grootste gedeelte is meegegaan. Ja. En dat kon natuurlijk ook omdat alle dingen als biljartbar, het grootbeeld, de stoelen, de tafels, dat ging mee. Wat daar achter gebleven is, dat zijn de vloerbedekking. En een gedeelte van de inventaris van de keuken. En de vloerbedekking, de inventaris van de keuken. En ik mis nog een ding, dat zijn de elektronische deuren. Ja. Nou, daar zijn we over in onderhandelingen met de nieuwe zorgaanbieders daar. Om daar nog het een en ander van vergoed te krijgen. Om te verkapitaliseren, om dat recht te krijgen. Ja, want dat is tegenwoordig ongeveer een waarde van 30.000 euro. Dat is een behoorlijk bedrag en dat kunnen wij hier om een goede start te maken goed gebruiken. Ja, wat gaat hier allemaal plaatsvinden? Dit is een ontmoetingsplek. Je kunt hier een krantje lezen, heb ik gezien. Je kunt hier biljarten. Ja, we gaan 7 dagen in de week open. Ja. We moeten daar wel even een kanttekening bij maken, mits we de bemensing van al die uren rond kunnen krijgen. Dat lukt nu met inzet van bestuursleden die nog bepaalde dagdelen op zich nemen. Lukt dat, maar uiteindelijk moet het zo zijn dat er voldoende gastvrouwen, gastheren beschikbaar zijn om 7 dagen in de week zeg maar open te zijn. Dus in feite een oproep om met mensen aan te trekken? Als mensen denken van nou dat is iets voor mij, daar zit ik al jaren op te wachten om gastheren, gastvrouw te zijn hier in het gasthuis. Dan meld je aan bij Hans Willemsen, want daar is de coördinator van de vrijwilligers. En hij zal je graag ontvangen en wegwijs maken in dit mooie centrum. Ja, de naam gasthuis blijft of wordt een andere naam? Nee. Wij zijn op zoek naar een andere naam. Ja.
Daar zijn ook al verschillende namen ingeleverd. Kruispunt, trefpunt, ja, noem maar op. Ja. En wij gaan ook een prijsje uitloven aan degene die ons uiteindelijk de mooiste naam voor dit centrum zal geven. Ja. En het staat ook al in een nieuwsbrief en komt straks in de krant dat mensen een naam kunnen inleveren. Deze plek heeft nog wel wat historie, want ooit, heb ik me laten vertellen, is hier Winterswijk ontstaan. Dus we hebben al een naam, de oorsprong bijvoorbeeld. Ja, als Winterswijk hier is ontstaan, zou de oorsprong een hele mooie zijn. Ja. Maar het kan net zo goed een andere naam zijn. Dus mensen, kom met een mooie naam voor dit mooie centrum en je krijgt een leuke prijs. En die kunnen ze opsturen via mailverkeer of die kunnen ze, een briefje hier ja, of melden hier. Ja. Kijk, een briefje in de brievenbus of een briefje onder de deur door of even hier een kopje koffie drinken en de naam achterlaten. Het kan allemaal. Ja. Kijkende naar de mensen die hier terecht kunnen, moeten ze lid zijn hier ergens van? Nee, mensen hoeven, zijn ze lid via de ouderenbonden? Mensen hoeven geen lid te zijn, want daar zijn een aantal activiteiten die georganiseerd worden door de ouderenbonden, zoals de maandagmiddag en de woensdagmiddag door de KBO als de SOS-middag. Verder heeft Winters Plus altijd op de dinsdagmiddag hier een activiteit. Maar die beginnen morgen met de bingo, hè? Die beginnen morgen meteen met de bingo. Dus dat is de eerste activiteit hier in deze? Nee, de eerste activiteit is vanmiddag van de KBO, kaartmiddag. Ja. En ja, dat zijn zeg maar oudere organisaties die dat organiseren. Maar iedereen is welkom. Ja, over kaart gesproken, je zet de zaak hier behoorlijk op de kaart eigenlijk. Hè? Dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Maar kijk, ruim, of meer zelfs dan een derde van de inwoners van Winterswijk is ouder dan 55. Dus we vertegenwoordigen ook een hele grote groep ouderen in Winterswijk. En we hopen dat, het, ja, dat ze straks hier met de benen uit hangen. Zeg. Ja, want ik heb de indruk dat de accommodatie hier wat groter is dan waar je oorspronkelijk zat aan de Kassastraat. Ja, hij oogt in ieder geval groter. Hij is ook ja, een klein beetje groter, maar... ja, de plek is fantastisch gewoon. Toch vinden wij het beter. Ik heb net al gezegd van ja, eigenlijk hebben we te maken met geluk bij een ongeluk. Wij zitten nu op de plek die we altijd al hadden gewild. En dat is heel fijn. Ja. Want, ik denk dat er ook nog een officiële opening volgt met de wethouder ergens in maart, dacht ik. Ja, ik denk zelfs dat wij daarvoor het voltallige college van burgemeester en wethouders uit gaan uitnodigen. Want zo dankbaar zijn we wel als ouderen. Dan speelt het mooi in op het woord ontmoeting. Ja, college ontmoet de senioren. Zo is het. College ontmoet senioren. Ja, dat is een hele goede, André. Die houden we erin. Ik kan wel PR een man van jullie worden, ja, denk ik. Ja. Maar goed. Ja, dat mag ook. Ja. Wij gaan, of de bedoeling is dat we op 24 maart, vrijdag 24 maart, dat zit een beetje in de planning, dat we dan de officiële opening gaan doen. En dan met de onthulling van een bord of zo, want de, ja, dat gaan we nog niet vragen. We gaan nog niet zeggen wat dat gaat worden, maar dat wordt spectaculair, dat kan ik je vertellen. Nee, maar als ik buiten sta, zie ik niet echt de aanduiding ontmoetingsplek voor ouderen. Nee, maar het aangezicht buiten, dat zal ook nog een metamorfose ondergaan, want... Ja. Ja, een hele hoop ouderen vinden ook al die gekleurde bordjes aan de gevel langs die rand is niet mooi. Dat vind ik zelf ook niet. Ja. Dus we zijn aan het nadenken wat we met die... met het aangezicht van buiten gaan doen. Kijk, de Raad op de Straat moet er mooi uit blijven zien, maar het kan nog mooier. Ja, dit wordt gehuurd eigenlijk? Dit pand wordt gehuurd, ja, ja. Van de heer Oostkiezen. Ja. En die is maatschappelijk betrokken? En die is maatschappelijk betrokken. En hij is ook hier aanwezig? Hij is ook hier aanwezig, ja. Dus, nee, dat gaat heel goed. Dus,